Mais ce sera possible, je pense, en deux heures. Meneer, hoe was de vlucht met de helikopter de eerste maal voor u? Het was de eerste keer en het is echt meegevallen. Een echt narader. Toch? Ja? Ben je wel bang geweest in het begin? Nee, zelfs geen stress, dus dat ken ik eigenlijk niet, stress. Had mevrouw stress? Klein beetje, maar ik vond dat echt super. Leuk. En wat vindt u er eigenlijk zo leuk aan? Ja, dat zo blijven hangen in de lucht. En dat is echt leuk. En dan zo draaien en kijken, naar, ja, dat is veel leuker. Het is geen anders dan een vliegtuig waarschijnlijk. Ja, zeker weten. Dat is anders. Ja, je hebt echt geen idee van die snelheid en die hoogte. Dus, hij zei 190 per uur en 400 meter hoog. Ja, daar heb je echt geen idee van dat dat zo snel en zo hoog is. Voor herhaling vatbaar dus? Absoluut. Is dat eigenlijk moeilijk om helikopterpiloot te worden? Wel, het vraagt wel wat vaardigheid. In vergelijking met vliegtuigen is het wel veel gevoeliger om het te besturen. Het is ook een beetje een 3D, dus je kunt eigenlijk in alle richtingen vooruit, achteruit, zijwaarts, omhoog, naar beneden. Maar voor de rest, ja, kijk, je moet enige motoriek hebben. Maar ik denk dat het grootste deel van de mensen het wel kunnen leren als ze echt willen. Dus deze helikopter is eigenlijk een turbine. Is ontworpen, het originele, dus de eerste versie, is ontworpen in de jaren 60. Het was eigenlijk een toestel dat voor de Vietnamoorlog ontworpen is. Dus vroeg als verkennings- en lichtaanvalshelikopter in Vietnam. En zijn broer was dan eigenlijk de Bell 205, dat was de UA, waarmee dan ze de troepen opzetten. Het is uiteindelijk de meest verkochte turbinehelikopter ter wereld geworden. En hoe lang kan u vliegen met dat toestel hier, als die vol getankt is? Jet Ranger verbruikt ongeveer 100 liter kerosine per uur. Dus en we hebben een autonomie van ongeveer 3 uur. Ja. Dit toestel wordt vooral gebruikt voor camerawerk. Deze hier? Ja, ja. Maar wanneer we camerawerk doen, wordt er eigenlijk een vliegcamera van voor op de neus gebouwd. En achteraan zit er dan iemand met een joystick die eigenlijk... De besturing doet ervan? Ja, ja. En zo'n toestellen, Stef, worden die ook jaarlijks gekeurd of wekelijks? Of hoe werkt dat eigenlijk? Veel meer dan jaarlijks, dat is een feit. Op het 50 vlieguur.
om de 50 vlieguren. Ja, ja. Links van ons, dat is een nieuw kunstgrasveld die er ligt, de voetbalplein, van de KV Kaninoven. Daar, oh, het ziet er wel heel mooi uit. Hè? Dat is volledig kunstgras, deze week aangelegd. Het is dat iets te doen ook blijkbaar. Ja. Want de doelen staan er nog niet op, je kan het zien. Hè. Ja. De pracht van het terrein. Dit is eigenlijk het tweede terrein dat Ninoven zo heeft. Er ligt er ook eentje in Pollaren, een kunstgrasveld. Ah. Ja. We staan er bij ons met een van onze Nien of Media winnaars van onze helikoptervlucht hier in Okegem. Etienne, u bent er klaar voor, zeg ik? Ik ben er zeker klaar voor. En ik... Ben je wel bang? Tot hiertoe niet, straks misschien. We zullen zien. Hè. Maar u bent meer dan een tevreden man om hierbij te zijn. Hè? Ik ben heel tevreden. Dat staat al lang op mijn verlanglijstje. En het fototoestel bij? Dat heb ik bij. Ik zal zoveel mogelijk foto's nemen natuurlijk. En Ellie ook zien, hè? Ook het fototoestel. Maar jij mag niet mee zeker, hè? Nee, ik blijf met mijn beide voetjes op de grond en ik zal met een man zien opstijgen en hopelijk goed weer zien op beneden komen. Zal je dat ook willen proberen nooit? Nee, nee. Ik ben niet zot van in de lucht op het water met mijn beide voeten op de grond. Dat zeggen ze altijd, dat is het veiligste, hè? Met de voeten op de grond blijven. Hè? Inderdaad, dat is, ja. Nee, dat interesseert mij niet. Laat hem wat dat doen. Hij heeft er zin in. Een van onze winnaressen van onze vlucht hier in Okegem, Veerle. Dikke proficiat eerst en vooral. En het ziet er heel goed uit. Dank u wel. Het is leuk om zoiets te mogen winnen nu. Hè? Ja. En hoe voelt u zich persoonlijk? Al veel beter. Het is nog altijd... Ja, ik moet heel hard recupereren. Ik heb heel diep gezeten. Maar stilletjes aan alle dagen een beetje beter. En vandaag is een hoogtepunt. Hè. Een hoogtepunt, zegt u, niet wat bang om daarin te stappen straks? Toch? Ik heb eigenlijk hoogtevrees. En ja, een helikopter, ik denk wel dat dat nog meer gaat zijn, omdat dat raam zo diep is. Maar ja, we moeten een beetje leven, hè. Dat heb ik nu wel geleerd. Wij hebben het er al meegemaakt daar straks en wij vinden het gewoon de max. En u gaat dat zeker ook de max vinden. Hè. Ja, oké, okay, ja. Ik hoop het. Dat is fantastisch. Veerle, wij kunnen u maar één ding toewensen. Geniet ervan. Ja, dank u wel.